Op 4 en 5 mei herdenkt Nederland de Tweede Wereldoorlog. Cultura 24 staat in de voorafgaande dagen in het teken van oorlog en kunst. Het Duitse theater in de Nederlanden heeft in de Stadsschouwburg van Den Haag zijn poorten geopend met een galavoorstelling. Rijksminister Dr. Goebbels woonde als eregast de openingsvoorstelling bij. Schrijvers vertellen hoe zij de bevrijding beleefden. En dan ineens staat daar, in de poort van het kamp, de eerste Amerikaan. Hallo boys, here we are. En dan begint het. Het gejuich, het geschreeuw, het gehuil. En stukken gescheurde portretten van Hitler en Himmler vliegen uit de ramen van de commandantuur. Ik heb het gevoel alsof ik word opgetild. Ik brul. Ik ben terug op de wereld. Toen we daar aankwamen, toen waren zijn ogen weggedraaid. In Met Donker Thuis is Afghanistan-veteraan Johnny getuige van de rouw om zijn gesneuvelde collega. Theater in duistere tijden schetst het beeld van het Nederlandse theaterleven tijdens de bezettingsjaren. Het was natuurlijk voor de commandant en zijn nasleep die hij bij zich had. Iedere avond op de eerste rij zat hij. Iedere avond. En geamuseerd, hij mocht niet klappen. Hè? Dat mocht hij niet. Voor Joden mocht je niet klappen. Deze week ook op Cultura 24... een aangrijpende muziekdocumentaire over de componist Shostakovich, die leefde onder het gewelddadige bewind van Jozef Stalin. Stalin was quickly moving to the 1937, the famous year of our history. And it was already clear for him that the country was becoming one concentration camp. So there were no places for Shostakovich's.